Scholieren uit Valburg zetten plantjes bij oorlogsmonument The Screaming Eagle. Na aanpassingen is het monument nu veiliger te bereiken. En hoe vinden jullie om dit te mogen doen? Leuk en we kunnen lekker vies worden, dus dat zie je ook wel aan de handen. En verder in het nieuws vandaag, Nijmegen is de beste studentenstad en de geschiedenis van 750 jaar Nijmeegse kermis. Ja, de stichting achter het monument The Screaming Eagle bij landgoed Schoonderlocht in Elst heeft in samenwerking met de gemeente Overbetuwe de omgeving van het monument aangepast. De vele bezoekers kunnen nu verkeersveilig het monument bezoeken. Kinderen van groep 5 en 6 van de Jacobschool uit Valburg hebben vandaag de ruimte eromheen mooier gemaakt door middel van plantjes. Wij organiseren activiteiten, herdenkingen ter nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog, van wat er gebeurd is, van de slachtoffers, namelijk de burgerslachtoffers. Ja, het militaire aspect komt ook altijd voor. En zo hebben we mooie locaties en herinneringsplekken gecreëerd, zoals dit monument. Midden op het monument staat de wereldberoemde foto van Dick Winters. Dick Winters is een bijzonder man, een bijzonder leider geweest. Een van de leiders binnen de Easy Company, dus een onderdeel van de 101ste Airborne. Wereldberoemd geworden door de serie Band of Brothers. En van hem is hier op deze locatie een prachtige foto genomen die ook wereldberoemd is. De foto van Dick Winters onder de poort van hier landgoed Schoonderlocht. De Jacobschool heeft dit monument geadopteerd. Ze verzorgen het monument en maken de omgeving mooier met wat vaste planten. Ja, ik vind, de leerlingen doen het veel, want zij weten gewoon, dit monument staat ergens voor. Dat is een herinnering aan de slachtoffers natuurlijk. Maar en ook dat we nog steeds in vrijheid mogen leven. Dat symboliseert dit monument. En dat breng ik met de kinderen en probeer ik met de kinderen dit hele schooljaar. En dat probeer ik ieder schooljaar zoveel mogelijk te bespreken door verschillende projecten. Ik kijk super vaak 13 in de oorlog en nu het ook Anne Frank videodagboek. We hebben ook geleerd dat hij meneer Dick Winters heet. Hij is baas van een groep mensen die van Frankrijk proberen Nederland te bevrijden. En dat is hem gelukt. En nu zijn kantoor, was zijn kantoor. Bezoekers uit de hele wereld weten het monument te vinden. Heel breed, heel internationaal. Fans van Band of Brothers, dat is wereldwijd. We hebben hier Amerikanen gesproken natuurlijk, maar ook Brazilianen, Zuid-Afrikanen, overal vandaan. Dus dat is bijzonder, ja. En hoe vinden jullie om dit te mogen doen? Leuk en we kunnen lekker vies worden, dus dat zie je ook wel aan de handen. De Landelijke Studentenvakbond heeft Nijmegen uitgeroepen tot beste studentenkamerstad van Nederland. De LSVB onderzoekt jaarlijks hoe het is gesteld met het kamerverhuur in de Nederlandse studentensteden. Nijmegen kwam dit jaar als beste uit de bus omdat het aanbod van studentenkamers in vergelijking met andere steden redelijk is en de huurprijs niet buitensporig hoog is. Terwijl er in Nijmegen wel relatief veel studenten wonen. De LSVB heeft dit jaar deze award voor beste studentenkamerstad van Nederland uitgereikt aan Nijmegen. En het Nijmeegse gemeentebestuur is er blij mee. Ja, blij en trots. En ik voel het ook wel als een soort aanmoedigingsprijs. Want wat betreft kamerverhuur aan studenten valt er ook in de beste studentenkamerstad van Nederland nog wel wat te verbeteren. Vraag een eerstejaars student ernaar en hij zegt... Bij mij duurde het, ik denk, 4 maanden tot ik een Nijmegenkamer had. De LSVB zegt zelf dat het raar is om in deze tijden een beste studentenkamerstad aan te wijzen. Want het gaat namelijk erg slecht met de studentenhuisvesting in Nederland. In sommige andere steden heb je het dat je de wachttijd hebt voor studentenwoningen die is soms langer dan de gemiddelde studieduur. Zodat je eigenlijk helemaal niet een woning kan krijgen. In Nijmegen is het ontzettend lastig en dat moeten we erkennen, dat moet beter. Maar het is beter dan andere studentensteden. In Nijmegen is de gemiddelde huurprijs voor een studentenkamer €413 per maand. Onder het landelijk gemiddelde van €520. Er worden studentenkamers bijgebouwd in Nijmegen. 2000 tot het jaar 2030. Nijmegen wordt geroemd om zijn bijzondere ideeën. Hospi-housing bijvoorbeeld, waar alleenstaande ouderen in grote huizen 2 kamers aan studenten mogen verhuren. We zijn in Nijmegen in november gestart en we hebben al 40 van zulke matchings tot stand gebracht. Dus dat gaat sneller dan bouwen.
Vanaf aanstaande maandag vinden er werkzaamheden plaats aan de Sint-Hubertusweg in Ooij. Het fietspad en de rijbaan krijgen hierbij nieuw asfalt. Het gaat om het traject tussen de rotonde bij Beek en de Ellekomse Dam. Fietsers en voetgangers kunnen de route via de Sint-Hubertusweg wel volgen. En de werkzaamheden die duren naar verwachting tot en met 14 juli. Er komt een unieke zorgtruck naar Nijmegen. Deze zaterdag is hij te vinden op plein 44 en belangstellenden kunnen hier nader kennis maken met de zorgsector. De landelijke Zorg Experience Tour heeft als doel je kennis te laten maken met het werken in de zorg. Je kunt er in contact komen met professionals uit de zorgsector, onder andere van het CWZ en Neo Huisartsenzorg. De zorgtruck staat zaterdag van 10 tot 5 op plein 44. Waarom mag een open haard thuis wel, maar een rijdende open haard op rails niet? Dat vragen de Nijmegenaren zich af die het stoomtreintje weer door het Goffertpark willen laten rijden. Na tegenslag op tegenslag gooien ze nu de handdoek in de ring. De trein elektrisch maken vinden de stoomliefhebbers helemaal niets. Maar bij de Stadspartij hopen ze dat de initiatiefnemers toch nog willen nadenken over duurzaam elektrisch. Gerry van Kampen zegt, stoom kun je op andere manieren maken, als je dan toch per se iets uit die pijp wil laten komen. Want het stoomtreintje, dat hoort bij Nijmegen en bij de Goffert. Nog tot het einde van dit weekend staat de zomerkermis in Nijmegen. Samen met de voorjaarskermis, de najaarskermis en de attracties tijdens de Vierdaagse is dit één van de vier momenten dat deze eeuwenoude vermaak in de stad te vinden is. Dit jaar is dat extra bijzonder, want de Nijmeegse kermis bestaat 750 jaar. Dat feestje wordt in oktober tijdens de najaarskermis uitgebreid gevierd. Maar ook nu al wordt er aandacht aan besteed. In de Maaienburgkapel is er een tentoonstelling te vinden rondom de 750 jaar van de kermis. Nou, in het kader van het 750 jaar bestaan van de Nijmeegse kermis. En dat viel samen zeg maar, met de Stevenskerk. En vandaar werd de koe bij de horens gevat en gedacht van nou dan moeten we ook wat meer rugbaarheid aan geven binnen Nijmegen. Parallel daaraan verschijnt er een boek van René van Hoften, ook over 750 jaar kermis. Wat we voor een belangrijk deel ook als bron hebben gebruikt bij deze expositie. Maar dat is een startpunt geweest. En vervolgens hebben we daar vanuit het Huis van de Geschiedenis gekeken. Op welke manier kunnen we daar nog eventueel additionele thema's of parallele thema's aan toevoegen om er een compleet geheel van te maken. Dinsdag werd die geopend en vanaf vandaag is de expositie over 750 jaar kermis in Nijmegen officieel te bezoeken. Tot 6 augustus is de expositie te vinden in de Marienburgkapel. Als je dus kijkt naar de aspecten die we naar voren laten komen, hebben wij panelen, zo noemen we dat, met tekst en foto's, historische foto's. Gebaseerd op 3 verhaallijnen. 1 verhaallijn is de volksvermaak. Als je kijkt naar de kermis zoals die hier ontstaan is, dan was vroeger dans en muziek. Dat was een heel belangrijk onderdeel, toneel. Daarnaast een andere verhaallijn is de techniekverhaallijn. Veel van de innovaties die zeg maar, in de maatschappij geïntroduceerd zijn, die zijn aanvankelijk geïntroduceerd op de kermis. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan een foto of een film, dat werd vaak uitgeprobeerd op de kermis. En vervolgens kreeg dat meer vaste voet in de maatschappij. En de laatste verhaallijn die we hier aan de orde laten komen zijn de exploitanten. Daar hebben we gezocht naar, zijn dat typische Nijmeegse families, die ondernemersfamilies, die we iedere keer op de kermis terugvinden. En daarnaast, wat brengt het beroep van de exploitant van de kermis, wat brengt dat met zich mee? Ook dit jaar komt de kermis weer naar Nijmegen. Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis wil in samenwerking met de expositie een extra programmering toevoegen. Ja, dat is goed dat je dat even ter sprake brengt, want we zitten te kijken om naast de expositie om een randprogrammering te doen. Die randprogrammering zijn we op dit moment steeds verder vorm aan het geven. Dat zijn enerzijds lezingen die gehouden worden om mensen hier naartoe te trekken, maar ook wat meer achtergrondinformatie te geven over de 750 jaar kermis. Maar daarnaast willen we ook met de Nijmeegse kermis zelf, op het moment dat die hier staat, zoeken we naar middelen zeg maar, om daar iets mee samen te doen. De randprogrammering is nog niet 100% rond. Daar wordt deze week, of dan hebben we daar nog een vergadering over. En daar zullen we ook uiteraard, dat onze aanmoediging hier vermelden is, zetten we te kijken naar van kunnen we daar nog iets mee doen. Een soort inzekering van de attracties en dergelijke. Dus we zoeken nog even naar de vorm. Maar we hebben zeker plannen om samen met de Nijmeegse kermis op het moment dat het hier is, om iets te doen.
ja, het was vandaag weer een prima zomersdagje met geen regen, wel wat bewolking, maar ook heel veel zon. En er stond een prettig windje en de temperatuur vandaag zo'n 26 graden. In de nacht naar zaterdag gaat die wind liggen en zijn er ook wat opklaringen. En die zullen ervoor zorgen dat we morgen een vrij zonnige dag krijgen met een kleine temperatuursverhoging, want we komen morgen uit op 28 graden. Zondag schieten we nog wat verder door en dan wordt het in de regio zelfs 32 graden. Het blijft voorlopig ook wel droog, maar in de nieuwe week zakt de temperatuur en begin wel flink terug naar 24 graden op maandag. Ja, en tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl en alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Maar daar nu ook de nieuwe NEC-update en dan gaat het over Bram Nuitink. Want de 33-jarige verdediger en oudspeler van NEC keert weer terug voor 3 seizoenen in de Goffert. En heb je zelf nog een nieuwstip? Mail even naar redactie@rn7.nl. En wij zijn er natuurlijk maandag weer. Een heel fijn weekend.